Ik ga in gesprek met Rob Donders, een kunstenaar die wij hier tegen het lijf lopen. Kan je wat vertellen over het schilderij? Want het is uit je eigen hand, begreep ik. Ja, dit is mijn werk. En ik ben schilder en ik woon hier in Bergen. En ik heb een voorliefde voor de duinlandschappen. En vooral de schaduwen, die vind ik erg mooi. En daar ben ik dagelijks mee bezig. En op dit moment ben ik hard aan het werk voor de kunst 10 daags. Dus het werk, het zorgen dat alles af is op tijd. Dus eind oktober zo'n beetje, 21 oktober begint dat. Dus zorgen dat er een mooie reeks staat. En dus op 1 schilderij na is dat gebeurd. En is het alleen duinlandschappen? Of moet ik ook nog iets anders qua schilderen voorstellen? Nou, er hangt er hier toevallig, hangt er boven die bomen. Dat schilderij heet geloof ik De Lente in Mei. En dat vind ik af en toe leuk om te schilderen. Gewoon even een uitstapje naar iets anders uit de natuur. En op dit moment ben ik bezig met een wild paard. Wat hier bij Bergen aan Zee rondloopt. Dus er lopen meerdere paarden rond. Maar daar kwam ik er eentje tegen. En die was zo mooi. Mooie hengst. En ik denk, nou, die ga ik schilderen. Dus daar ben ik nu druk mee bezig. En dat is ongeveer het laatste schilderij voor de kunstdienaarse expositie. Mooi. En de kunsttiendaagse, waar kunnen we de schilderijen bewonderen? Op welke locatie? Locatie Oranje nummer 11. En toevallig sta ik ook op de cover van de Flessenpost. En dat is ook wat, niet toevallig. Ik ben gevraagd door Harry Steunenberg. En een hele eer als derde kunstenaar. En dat is heel mooi geworden. Een heel toepasselijk schilderij. Hij is er heel blij mee. En dat wordt binnenkort onthuld als de krant uiteindelijk gedrukt is en in roulatie gaat. Dus, ik wens je heel veel succes met deze dagen. Oké. Zeker lukken. Dankjewel.